Niet gelachen is een dag niet geleefd. Hè? Wij hebben een motie ingediend om de woningnood eigenlijk te lijf te gaan met tijdelijke woningen. En tijdelijke woningen houdt in eigenlijk dat we op zeer korte termijn woningen kunnen bouwen voor een periode van ongeveer 10 jaar. En dat moet ons ook helpen. De hele raad staat hierachter en de gemeente gaat vandaag uitleggen aan ons welke locaties hiervoor geschikt zijn en hoeveel woningen we op korte termijn kunnen bouwen. Blijft wringen iedere keer. Hè? Wonen, energie en groen. Hoe krijgen we dat ooit gecombineerd? Ja, dat is keuzes maken. En, welke keuzes maakt u? Ik maak die voor groen. Als het over tijdelijk wonen gaat, dan bent u een fervent voorstander. Hè? Klopt, ja. Want, het gaat er vanavond over, hè? Tijdelijk wonen. Klopt, ja. Het zou echt mooi zijn als we misschien wel 210 woningen daar neer kunnen zetten. Tijdelijk. En op wat voor termijn hebben we het dan? Nou, dat is ook al redelijk snel. Dat zou dan volgend jaar misschien al gerealiseerd kunnen zijn. Dus dat is helemaal mooi. Met tijdelijke woningen kan de gemeente op korte termijn voorzien in extra woningen. De gemeente heeft samen met de 3 corporaties, de locaties Verzorgingshuis De Liemert, Kop van Schothorst en Smeeing gewerkt aan een verkenning naar invulling met tijdelijke woningen. Dit zijn de resultaten. De locatie Verzorgingshuis De Liemert van woningcorporatie Portaal aan de Zwaluwestraat kan worden ingevuld met tijdelijk wonen voor een periode van 3 tot 5 jaar. De invulling van de locatie Kop van Schothorst tussen Beladenlaan en Maatweg is vanwege de complexiteit van de locatie niet haalbaar gebleven. Zowel voor tijdelijke sociale woningbouw als voor een permanente invulling is geen haalbaar woningbouwplan ontwikkeld. Op de locatie Smeeing aan de Amsterdamse weg is een haalbaar ruimtelijk plan en business case te maken met ruimte voor circa 170 tot 210 inpersoonshuishoudens voor 10 jaar. Samen met woningcorporatie Portaal wordt dit plan met tijdelijke woonunits de komende tijd verder ontwikkeld. Nou, het is belangrijk dat we inderdaad voldoende woningen bouwen in Amersfoort. En we weten inderdaad hoe lastig dat is. Vandaar dat we inderdaad ook met dit voorstel naar de raad zijn gekomen. Om ook op verzoek van de raad overigens, die hebben daar ook moties over aangenomen. Om ook te kijken naar tijdelijke woningbouw. Want die kun je dus snel neerzetten voor een langere periode. Zodat je, het is weliswaar niet de meest ideale oplossing. Want dat is permanente woningbouw. Maar zodat je inderdaad mensen die dat echt nodig hebben en keihard nodig hebben in onze stad wel een dak boven het hoofd kunt geven. Die tijdelijke woningen vinden wij best wel een ingewikkeld verhaal. Want tijdelijkheid betekent ook een tijdelijk contract. En dat betekent dus ook minder rechten. En toch hebben we dit voorstel wel goed bestudeerd. En kunnen we daar in dit geval wel mee instemmen. Omdat wij denken dat de keuze is tussen een stuk grond heel lang braak te laten liggen of daar snel deze invulling aan geven. Dat het altijd de voorkeur heeft. Ik wil wel heel graag die discussie hier ook nog voeren van wanneer zetten we daar tijdelijke huurwoningen neer en wat betekent dat voor de rechten van huurders. We willen natuurlijk het liefst permanente woningen, maar het eerlijke verhaal is dat het duurt ongeveer 5 jaar. Als we nu met elkaar eens zouden zijn over waar we willen gaan bouwen, voordat de sleuteldracht is, ben je gewoon 5 jaar verder. Dus als je de grote woningnood wil oplossen, dan moet je ook naar tijdelijke woningbouw kijken. Dus wij zijn echt heel erg blij met dit plan. Niet alleen beren, maar ook konijnen op de weg. Wat gaat dat worden? Ja, en niet alleen konijnen, maar waarschijnlijk ook de das en de boomarten. Die worden ontkend in dat gebied. En dat hebben we eerder meegemaakt. Dat er wordt gezegd, er zitten geen dassen, er zitten geen boomarters. Bevinden zich niet in een heel ingewikkelde positie dat iedere keer als er gebouwd moet worden of wil worden, dat u toch dan moet roepen, ja jongens, maar er zijn wel wat wetten her en der, onder andere over natuur. Ja, en dat is zo. En totdat we gaan leren om die natuur met respect te behandelen, tot die tijd zal ik gewoon daar aandacht voor blijven vragen. En dat betekent, we hebben een wet natuurbescherming, die moeten we gewoon handhaven. Nou, jij zou kunnen denken om bijvoorbeeld bij die tijdelijke woningbouw konijnenhokken te plaatsen. Hè? Dat zou natuurlijk kunnen. Dan heb je ook in één keer 200 konijnen opgevangen. Maar ja, wat mij betreft ligt daar echt absoluut de prioriteit niet. Het is een braakliggend terrein, daar moeten we gewoon iets mee gaan doen. Maar de wet natuurbescherming kunnen we niet omheen, toch? Het college moet de wet naleven. We zijn niet voor niks wethouders. Wat gaan we tegen al die mensen zeggen die zo ontzettend graag willen wonen?
wonen. We moeten wat dat betreft daar zeker gaan bouwen. Maar misschien is er wel een suggestie die zo buiten de orde van deze vergadering heeft gezegd. Ik wil toch aan meegeven naar je huis. Om dan wat we er wel mee gaan doen, mee te nemen in de kop van Isselt. Want uiteindelijk is het een gebied dat er tegenaan ligt. Als het gaat over wat je verder wil met het gebied rond Eem, is het misschien verstandig om datgene wat je er uiteindelijk wel mee gaat doen, daar een plekje te doen. Dus niet over 5 jaar de sleutel? Wanneer wel? Als het goed is, al eind van dit jaar. En dat is heel erg snel, want we hebben 8 maanden geleden met elkaar als raad gezegd van kom op college, ga eens kijken naar tijdelijke woningbouw. Er zijn 2 hele concrete plekken uitgekomen en aan het eind van dit jaar hebben mensen waarschijnlijk al de sleutel in handen. Dus dat is toch een stuk sneller dan die 5 jaar. Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad om eind van dit jaar. Die snelle ontwikkeling, dat is ook mee te danken aan het portaal die ook keihard aan dit project trekt. En hoeveel mensen krijgen dan een sleutel is inschatting? Ongeveer 200 mensen. En het wordt vooral gericht op jongeren, waarbij ze ook willen kijken, hè, jongeren vragen en dragen worden, zoals het dan zo mooi heet, maar ook een mooie mix maken van jongeren die wat meer ondersteuning kunnen helpen en jongeren die op eigen benen kunnen staan. Dus dat is volgens mij een heel mooi plan. En daarvoor hebben we in Huize Lindert ook al een situatie gecreëerd met zo'n kleine 80 tijdelijke woningen. Kortom, er komt schot in de zaak en daarna, wat is dan de eerste, de beste plek waarvan u zegt, nou daar gaan we echt heel serieus over aan studeren? Als het gaat om tijdelijke woningbouw, ja nee, we blijven zoeken naar die tijdelijke woningbouw. We wegen altijd wel af inderdaad van is dit ook een plek waar je binnen een redelijk aantal jaren permanente woningen kunt neerzetten. Als dat zo is, dan kiezen we uiteraard voor die permanente oplossing, want daar is de inwoner het meest bij gebaat. En verder gewoon alle plekjes waar mogelijkheden zijn voor tiny houses, hè, want daar heeft u wat mee, hè? Ja, daar heb ik wat mee. Maar misschien dat die op het Smeengeterrein ook wel gerealiseerd kunnen worden. Dus er liggen ook nog heel vaak van die postzegeltjes al jaren braak. 2 of 3 tiny houses, zijn dat opties? Er zijn ook altijd opties. Zijn we ook naar aan het zoeken. We zijn ook bezig met tiny houses als het gaat om de Curaçaolaan volgens mij. Maar zo blijven we zoeken naar de juiste locaties. De konijnen moeten we gewoon verhuizen dan. En niet gewoon met de grijper erop. Dat met een chic woord noem je dat mitigeren. Dus dat is wat de wethouder ook beloofd heeft. Ik heb niet alle verstand van natuur, maar ik begrijp inderdaad dat je konijnen prima kunt uitplaatsen uit zo'n gebied. En pot verhuist alles. En pot verhuist, ja.